Jesse, vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Jesse, ik ben 19 jaar oud. Ik hou ervan om in mijn vrije tijd te sporten. Voetballen doe ik veel. Ik hou ervan om af en toe ook even te gamen met vrienden. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de nieuwe technologieën, dus ik vind het ook wel leuk om daarnaar te kijken. Bijvoorbeeld Apple Events of webinars van bedrijven die leverancier van ons zijn. Dat vind ik heel interessant om daarmee bezig te zijn, zodat we ook wat verbeteringen kunnen brengen naar dit bedrijf. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, wat leuk. Je bent heel veel bezig van in je vrije tijd. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en ontspanning. Dus ja, gewoon dat je ook een beetje uit kan rusten na het werk en dan even chillen met vrienden en zulke soort dingen. Dat is ook gewoon fijn. Ja, maar dat is ook belangrijk, toch? Ja. Maar heel even over werk, want wat doe jij dan hier precies? Ik ben supportmedewerker. Ik ben hier tijdens mijn studie begonnen als stagiair. En na mijn opleiding heeft Stefan mij aangenomen en ben ik een BBL-traject gaan volgen. En heb ik mijn opleiding hier afgerond. En nu werk ik hier nu, denk ik, 2,5 jaar als vaste medewerker. En tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd van het ICT-vak. En heb ik ook echt ontdekt dat ik het super interessant vind. En daarvoor twijfelde ik nog een beetje, maar ik vond technologie heel interessant. Maar tijdens mijn stage heb ik echt ontdekt dat dit wel echt iets is voor mij. Dus vandaar. Wat goed. En heb jij dan ook nog een specialisatie? Nou ja, ik ben nu vooral nog bezig met reparaties. Maar ik wil langzamerhand wel wat meer gaan specialiseren in echt projecten voor klanten. En Microsoft 365 heb ik al veel mee gedaan. Tijdens mijn opleiding heb ik een schoolproject gedaan. En toen heb ik 50 gebruikers omgezet naar Intune. En hadden we best wel strakke deadline. Toen heb ik samen met Gert bij de klanten alles opgeleverd. Laptops en software erop. En daar heb ik ook best veel positieve feedback voor gehad. Dus dat was echt fijn om dat te doen. En ook gewoon leuk en interessant en motiverend om daarmee bezig te zijn.